Ik heb eigenlijk al, ik had vrij lang dat idee van een grotere band op te richten. Omdat ik heb heel veel van mijn ensembles zijn meer kleine formaties, duo's, trio's, solo ook. En dan het idee van veel van die kleinere bands samen te brengen tot één groter geheel. En dat is eigenlijk letterlijk wat het is. Omdat deze band bestaat uit allemaal kleinere duo's, bestaande duo's, trio's, die dat ik heb samengesmolten. In het begin van de groep heb ik alles zelf gecomponeerd, om een soort van een soort begin te vinden. En dan, ik had een reeks composities geschreven en dan en die mensen samengebracht. En dan zijn we met dat materiaal aan de slag gegaan en dan ook stilletjes aan, ook zitten ze ook samen gezocht naar een identiteit van de groep, een soort geluid. En dan, langzamerhand is de rest van de band ook composities aan het inbrengen. Dus nu ondertussen, waar we vandaag gespeeld hebben, zijn we composities van verschillende mensen van de band. Er is vrij veel ruimte voor improvisatie. Sowieso in de composities. Het zijn dikwijls vrij eenvoudige composities. En iedereen is eigenlijk heel vrij om te doen wat hij wil in die afgebakende lijnen. En dan zeker tussen de composities of zijn er dikwijls momenten die daar volledig open zijn. Waar ik altijd wel naar op zoek ben, is de grens tussen improvisatie en compositie. Dat aftasten van daarmee te experimenteren. Van binnen nummers te kijken hoe je improvisatie kunt integreren in geschreven stukken en andersom. Meer vrije, volledig vrije dingen te structureren. Voor mij, zo'n grotere band met 7 man, is ook een les in het leren loslaten. Omdat je moet, uiteindelijk, het enige wat je kunt doen op het moment zelf, op het concert, is gewoon vertrouwen hebben in de rest. Dat de keuzes die iedereen maakt, dat keuzes van het moment zijn en dat wel goed gaat komen. Dus niet te proberen alles vast te nemen en te proberen te controleren, want dat gaat niet. Dus het is een soort oefening in loslaten eigenlijk. Ja, leuk. Het is altijd fijn om zo op een... Het is een uitdaging om op een groot podium te staan. Fijn. Leuke ervaring, zeker. Leerrijk. Om samen te proberen iets stevig. Het is zeker heel anders dan in een kleine
meer akoestische ruimte. Allee, natuurlijk, op zo'n groot podium. Maar elke plek is een andere uitdaging. We hebben net een tournee gedaan in de States. Eigenlijk ook dankzij Gent Jazz. Waar dat we na de Poisson Rouge hebben we nog 11 andere concerten gespeeld in de States. En elke avond was echt compleet andere soort, een andere situatie, ander soort podium, ander soort plek. Dus dat is wel soms niet gemakkelijk, maar heel leerrijk ook om in die verschillende situaties terecht te komen. En er telkens iets aan te proberen te maken. Hè.